Ik had een heleboel vriendinnen, maar die zijn, of ze zijn zwaar dement, of ze zijn dood. 2 weken geleden kwamen we op bezoek bij Mieke Kniest in Leidschendam. Zij krijgt iedere dinsdag bezoek van haar buddy Ruud, die zich inzet voor zieke en eenzame ouderen. De woorden van Mieke en Ruud maakten een indruk. Veel kijkers reageerden. Hoi. Vandaag zijn we terug. Met bloemen, tekeningen en met kaarten van betrokken kijkers. Even voor de... Voor de zien. Van de Buddy Netwerk. Oh ja. Die heeft zij bij haar ontvangen. Ik heb nooit gedacht dat het zo'n impact zou hebben. Nee, want dat het op Facebook is. Ja. Ja. Van harte, dit is Mieke. En dit met plakletters. Leuk. Nog één? Hartstikke leuk. Met een brief erbij. Ja. Oh, die heeft een boot gemaakt, een speedboot. Vele lieve groeten, familie Bus uit Gouda. Nou, wat vindt u daarvan? Ja, hartstikke leuk. Mevrouw Knies zit veel alleen thuis. Door de tv-uitzending wordt ze herkend door medebewoners en door mensen op straat. Dat is soms even wennen. Toch wel leuke reacties, ja. Dat je beneden komt en dat daar staan te wachten op de bus. Ha, Philips daar. Dan moet je toch lachen. Bij Buddy Netwerk, de organisatie waar Ruud als vrijwilliger werkt, kwamen nieuwe aanmeldingen binnen. Dat is hard nodig, want er is een wachtlijst van mensen zoals Mieke die ook graag bezoek willen. Nou, dat vind ik toch helemaal geweldig. Dat je zo, ja, een beetje bekendheid aan je werk kan geven. En ook aan het feit dat er steeds meer mensen in deze situatie komen. Want we moeten allemaal langer zelfstandig blijven, zogenaamd. En ik dacht, deze mevrouw ga ik een fleurkaartje zoeken. Sturen warme groetjes uit Den Haag. Nou, geen afzender, maar het is hartstikke leuk. Ja. Ik heb heel veel respect voor u door toch positief te blijven. Ja. In deze coronatijd. Vandaar dit kaartje voor u om mijn hart onder de riem te steken. Ik ben gewend om mezelf te vermaken. Ja. En ik ben gelukkig niet van huis uit chagrijnig. Nee, dat merkte we al. Ja, je kan je wel zielig voelen, maar daar schiet je niks mee op.